Dat we gelabeld zijn, betekent toch niet dat het einde van de wereld. Marijke de Krijger is iedere dag te vinden in Atelier Kunst en Vliegwerk in Leiden. Daar maakte ze deze serie portretten van haar collega's. Wat Marijke ziet, tekent ze. Marijke heeft een autistische stoornis. Ze heeft een uitzonderlijk tekentalent dat eigenlijk op een kunstacademie thuis hoort. Maar haar beperking maakt dat onmogelijk. Je moet niet kijken naar wat je niet kan, maar kijken naar wat je wel kan. Rembrandt heeft het nog gemaakt. Ik heb het nagetekend. Ja, wie doet dat nou niet? Kunstenaars kopiëren. Hij leeft toch niet meer, dus. Mensen met PD-NOS hebben niet echt. We begrijpen sommige dingen niet. We zien het anders. En maken soms ons hele hoofd gek. En op het punt is dat ik vroeger ben gepest, dus dan is het nog moeilijker. Maar ik leer. Ik heb me er al overheen gezet. En ik ben blij dat kunst en vliegwerk ertussen is gekomen. Anders was ik waarschijnlijk op een werkplek terechtgekomen. Doos inpakken. Een doos. Nog een doos. Nog een doos. Nog een doos. Toen ik van school afging, heb ik op een wachtlijst gestaan. En toen kwam dit. Toen zei ik van, ik ben 20, ik wil het uit. Mijn moeder vond het moeilijker dan ik. Maar nu vindt ze iets ook dat ik gelukkig ben. Nou, we eten spinazie vanavond. Dat viel lekker, hè? Ja, ja, ja. Ik ga donderdag koken. Heb je al bedacht wat je gaat koken? Rode kool. Rode kool? Oh, lekker. Marijke kent haar beperkingen erg goed. Ze woont semi-zelfstandig. En dat betekent dat ze ondersteuning krijgt bij de dingen waarvan ze merkt dat ze die liever niet alleen doet. Ze bepaalt bijvoorbeeld wel zelf wat ze graag wil eten, maar ze krijgt hulp bij het maken van haar boodschappenlijstje. Koken doet ze liever niet alleen. En eten doet ze gezellig in groepsverband. Er zijn bepaalde dingen wat ik niet alleen kan. En dan zou mijn moeder weer moeten inspringen en dat wil ik ook niet. Hallo. Op eigen benen staan. Zoveel mogelijk proberen zonder de hulp van haar ouders het leven zelfstandig aan te kunnen. Het zijn dappere beslissingen van Marijke. Ze heeft echter ook een hele duidelijke visie op hoe ouders naar haar idee om moeten gaan met kinderen zoals zij. Je houdt van je kind en ziet gewoon de positieve dingen. Dan worden ze gelukkig, gemotiveerd. Ze hebben het gevoel dat ze er mogen zijn. Help ze, steun ze. Maar laat ze ook dingen zelf doen. Het leven is nooit perfect, maar je moet wel gelukkig zijn.